Een vraag. Als jij een hond of een kat hebt, wanneer heb je jouw diertje voor het laatst ontwormd? Nou, kan je misschien niet eens meer herinneren. Heel belangrijk wel om dat te doen. En waarom, dat kan dokter Rolf Nijssen ons uitleggen van faculteit diergeneeskunde. Ja. Zo zeg ik het netjes. Hè? Ja. Wat zijn de meeste misvattingen als we het hebben over het ontwormen van onze huisdieren? Ja, er bestaan heel veel misvattingen. Dat gaat met name over hoe vaak moet je ontwormen en waarom moet je ontwormen. Okay. En in een onderzoekje wat net gedaan is, blijkt dat ongeveer een kwart van de mensen de dieren maar ontwormt volgens een advies wat Europees wordt gegeven. En wat is dat? En dat zou dan gemiddeld vier keer per jaar moeten zijn. Maar? Ja, het grootste gedeelte van de mensen doet het minder vaak. Een deel zal het misschien vaker doen. En dat is op zich niet zo erg, waren het niet dat als dat gebaseerd zou zijn op de kennis over die wormen, was het hartstikke mooi geweest. Maar het lijkt juist te zijn dat mensen niet weten waarom ze precies ontwormen. Of dat nou voor de gezondheid van het dier is of de gezondheid van de mens. Dat zijn echt twee verschillende zaken. Maar jij kan ons wakker schudden, dus waarom ontwormen we? Ontwormen maakt deel uit van een wormbestrijdingsplan. Het kan een essentieel deel zijn. En we weten dat dieren wormen hebben. Dieren eten nou eenmaal dingen van de omgeving, dus ze zullen wormen tegenkomen in hun leven. Dan heb je wormen waar dieren ziek van worden en wormen waar mensen ziek van kunnen worden. En de belangrijkste reden waarom wij een algemeen advies geven in Nederland is eigenlijk omdat er wormen zijn waar de mensen ziek van kunnen worden. Maar het is ook verschrikkelijk als je dier vol met wormen zit, want er zijn wormen waar ze dood aan kunnen gaan. Ja, we hebben bijvoorbeeld de Franse hartworm die dan in Nederland voorkomt. Daar kan je dier aan doodgaan. Ja. Dus als je met de dierenarts een plan opstelt, dan is het zaak om te vragen van komt die voor in het gebied waar wij wonen? Ja. En zo ja, wat doet dan mijn dier wat een risico zou kunnen zijn? En dat zou slakken eten kunnen zijn. Okay. Jij hebt het over het ontwormingsplan. Ja. Waar bestaat het plan uit? Nou, een wormbestrijdingsplan. En dat bestaat eigenlijk uit in eerste instantie ruim de ontlasting van je dier op. Ja. Niet in het groente- of tuinafval, maar in verbrandingsafval, het gewone afval. Eventueel blind ontwormen of in overleg met de dierenarts, doe diagnostiek. En als dan een dier positief test op wormen, de wormen worden gevonden of de eitjes worden gevonden, dan behandelen. Hoe merken wij of een hond of een kat last heeft van wormen? Ja, voor de ene groep wormen, bijvoorbeeld de spoelwormen, merken we bij de volwassen dieren bijna niks. Op een uitzondering na, maar meestal helemaal niks. De pups en kittens wel. Dus die moeten we altijd volgens het regime wat de dierenarts, volgens het beleid wat de dierenarts aangeeft, ontwormen. Maar voor de wormen die de dieren echt ziek kunnen maken, zoals die Franse hartworm of de longworm van de kat, daar merk je echt dat ze minder actief zijn, hoesten, gewichtverlies, dat soort zaken. En uiteindelijk kunnen ze zo ziek worden dat ze eraan doodgaan. En dat is allemaal op te lossen met billetjes, zo simpel is het dus eigenlijk. Zowel en controleren. Bij de dier als bij de mens. En controleren. Ja. Nou, we hebben wat te doen dus. Dankjewel. Denk ik. Alsjeblieft.